Amsterdam-West is een kleurrijk kunstwerk rijker. In het kader van de juni kunstmaand bouwden kinderen van de Sint-Jan-school een kasteel van 10 meter breed en 4 meter lang. Helaas staat het bouwwerk er maar tijdelijk. Kinderen, leraren en ouders hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het schoolproject Gebouwd in West. Het resultaat is een enorm kleurrijk kasteel. Alle leerlingen mochten hun eigen bouwsteen ontwerpen. Nou, heel veel kinderen hadden hartjes en sterretjes. En dat was wel heel mooi, maar ik dacht van ik ga niet hetzelfde maken. En toen kwam ik hierop uit. En waar lijkt het nou op? Slag om punt, vinden heel veel mensen. Maar ik vind het zelf op een roomsoesje lijken. In totaal bevat het kunstwerk 320 bouwstenen in de vorm van torens, gevelstenen, spiegels en ramen. Elke groep heeft zijn eigen thema. Dit is van de jongere kinderen met hun knuffel. Mochten ze zelf plakken achter het plastic. Terwijl hier heb je, ja, die moesten een portret maken. Anderen mochten met spiegels aan de gang. En de bovenbouw, groep 8, die hebben de kantelen gemaakt zoals je hier ziet. En dat zijn eigenlijk, ja, dat vind ik zelf de mooiste stenen. Tot en met woensdag is het kasteel te bewonderen in het Sieraad in Amsterdam. Het bouwwerk wordt daarna gesloopt. Kinderen mogen hun bouwsteen mee naar huis nemen.